dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie weer de velproducten zien van de maanden juli en augustus. Naast dat ik altijd natuurlijk een heleboel producten test, komen daar een heleboel producten uit die ik fijn vind. Maar ook producten die ik helaas minder fijn vind. En die laat ik jullie altijd in de velproductenvideo's zien. Als je benieuwd bent naar de producten die ik dus totaal niet fijn vond van zowel juli als augustus, zou ik zeggen, kijk zeker even gezellig mee met deze video. Het valt best wel mee, de producten. Ik heb het in dit mandje verzameld eigenlijk, dus ik ga gewoon een beetje bovenop beginnen. Als eerste heb ik hier de Essence Studio Nails Nail Polish Corrector Pen. Dit is dus inderdaad zo'n pen waarmee je je nagellak kunt verwijderen. Er zitten tips op en hiermee zou je dus heel gemakkelijk de randjes heel netjes kunnen maken. Ten eerste, het nagellak, de pen ruikt wel super lekker. Hij heeft echt een soort fruitig luchtje, wel in combinatie met aceton uiteraard. Ja, daar kom je gewoon niet onderuit, maar ik vind het op zich niet een heel storend luchtje. Aan de achterkant, als je de achterkant opendraait, heb je ook nog 3 reservetips erin zitten. Op zich is dat allemaal prima. Maar helaas vind ik deze pen gewoon niet zo heel erg goed. Ik heb ook andere pennen getest. En die vond ik dan toch beter dan deze van Essence. De nagellak ging er gewoon een stuk moeilijker af. Kreeg de randjes gewoon niet zo mooi schoon als bijvoorbeeld de pen van het eigen merk van het Kruidvat. Dat vond ik wel heel erg jammer. Ik heb ook niet echt het idee dat de aceton heel goed vrijkomt in de stift, zeg maar. Dus dat vond ik heel erg jammer, want ik kreeg de nagellak er gewoon eigenlijk heel moeilijk af. En ik moest er eigenlijk naderhand alsnog overheen met een wattenstaafje met nagellakremover. Dus helaas is dit gewoon niet zo'n groot succes, vind ik. Dan heb ik deze waterproof mascara van het merk Fashion Professional. Dit merk dat wordt bij de Action verkocht. En dit is dus de waterproof versie. Ik heb hier een doosje er ook nog van. Hoe je het ook wendt of keert. Het zou gewoon een mascara zijn die je wimpers waterproof moet maken. Nou, ten allereerste. Ik ga even beginnen met het borsteltje. Ik vind dit borsteltje al vreselijk. Het is echt... Ja, hij is volgens mij ook gemaakt van plastic of zo. Maar ik vond echt totaal niet dat dit borsteltje de mascara fijn aanbracht. Hij heeft echt super korte haren. Dit is niet het borsteltje waar ik gewoon de voorkeur aan geef. Ik vond de mascara ook vrij minimaal. Niet echt dat je denkt van nou weet je, hij maakte de wimpers wel zwak, maar ik had wel het idee dat ik echt 5 lagen over elkaar heen moest aanbrengen voordat hij überhaupt wat meer kleur van afkwam. Het waterproof effect zat er ook totaal niet in, want ik had mijn wimpers echt ook gewoon heel snel schoon. En normaal zou je denken, als je dan een waterproof mascara gebruikt, dan moet je echt wel eventjes boenen of echt een speciaal product gebruiken voor waterproof make-up. Dat had deze ook niet. Het ging er gewoon heel gemakkelijk vanaf. Ik denk ook zeker niet dat hij of een douche of een zwembeurt overleefd had. Dus ik vond dit gewoon geen fijne mascara. En ik denk toch dat op het gebied van de mascara's de Action gewoon nog niet helemaal op het topniveau zit. De producten worden steeds beter, absoluut. Maar de mascara's die vind ik tot nu toe echt nog steeds een flop. Dan heb ik deze foundation. Deze is van Shen. Deze komt bij Lidl vandaan. Ik heb hem in de kleur 010 Shell. Ik heb een speciale video opgenomen met make-up van Lidl. Ik zal hem hierboven even linken mocht je hem nog niet gezien hebben. Maar de foundation. Nou, allereerst de kleur die paste wel heel goed bij mijn gezicht. Er zit een vrij klein gaatje in, zodat er niet heel veel product in één keer uitkomt. Dat vind ik op zich heel prettig. Alleen de dekking. Ik vond de dekking echt super matig. Volgens mij rookt hij ook vrij. Nou, op zich, de geur valt nog wel mee. Maar de dekking,
ik bleef heel erg plekjes zien. Ik vond hem gewoon niet dekkend genoeg. Ik kreeg hierbij meer het idee van een BB of een CC cream dan van een echte foundation. Omdat de dekking gewoon echt heel matig was. Vind ik heel erg jammer, want ja, zoals ik al zei, de kleur is echt wel heel erg goed. Maar echt bepaalde plekjes ook, als je rode plekjes of zo hebt, dekt die niet. En dan ben ik dus normaal bij foundation. Als je echt goede foundation hebt, dekt dat toch wel echt goed. En dat vond ik bij deze echt heel erg jammer. Want dat deed hij dus niet. Nou ja, goed, moet je misschien ook afvragen, wat wil je voor een foundation van 2 euro? Maar dat zegt natuurlijk ook niet altijd alles. Dus ja, de kleur was prima. Maar de dekking vond ik echt totaal niks. Dus vandaar dat ik hem toch ja, in de felproductenbak heb gedaan in plaats van de favoriete bak. Dan heb ik dit product van Essence. En dit is de Nail Art Stampy Set. En ik heb ook een Stampy Design. Nou, ik zal even beginnen met het setje. Dit is namelijk een setje waarmee je dus heel gemakkelijk stempels op je nagels zou kunnen aanbrengen. In het doosje zit de stempel, een designplaatje en een schrapertje. Nou, en in dit zakje zit dus ook nog zo'n stempelplaatje met wat ja, meer keuze voor plaatjes, zeg maar, om te stempelen. Nou, de bedoeling is dus dat je nagellak aanbrengt op het gewenste plaatje wat je op je nagels wilt hebben. Ja, ze raden echt ook wel Essence nagellak aan. En het zou werken met elke Essence nagellak. Nou, je brengt dus redelijk wat aan van de nagellak op het plaatje. Vervolgens schraap je die nagellak met de schraper. Het overtollige nagellak schraap je eraf, zodat je echt alleen je stem, het plaatje echt met nagellak bedekt blijft. En dan is het alleen een kwestie van dit erop drukken en duwen. En dan zou de stempel hierop zitten en die druk je dan op je nagel. Nou, ik heb dit echt 10 keer geprobeerd. Maar het werkt echt voor geen meter. Oké, dat hartje, dat vond ik er heel erg leuk uitzien. Ik dacht, nou, vind ik leuk om erop te krijgen. Maar ik weet het niet. Die nagellak, of het niet goed opgenomen wordt. Of dat het gewoon... Nee, op een of andere manier werkt het gewoon totaal niet. Ook wordt het natuurlijk heel snel droog. Het is ook echt een kwestie van heel snel werken. Volgens mij staat het ook achterop dat doosje. Ja, volgens dit doosje zou je echt binnen, nou, een paar minuten een hele mooie stempel op je nagel kunnen krijgen. Hier staat hij dan ook nog wel weer eventjes een beetje afgebeeld. Maar ik vond het zo drama. Hier hebben ze de stempel ook heel erg netjes erop zitten. Maar ik kreeg ook elke keer echt strepen. Want ja, je gaat die overige nagellak, die veeg je eraf. Moet je dat dan eerst weer met een nagellak remover gaan weghalen. Dan is je nagellak alweer bijna droog om die stempel erop te drukken. Nee, ik vind het totaal een heel erg missend product. Ik vind het echt heel jammer, want ik vond het ook wel heel erg leuk. Ik denk, het geeft ook net iets extra's aan je nagellak. Maar nee, voor mij werkte dit totaal niet. Ja, en daarom zit deze er ook gewoon bij. Want ja, dit is gewoon zo'n extra stempel design setje. Maar ja, dit werkt dus ook niet. Dus nee, het idee is super leuk, maar de uitvoering is gewoon 10 keer niks. Dan heb ik dit contour kit van Savron. Ze noemen het een contour kit, maar als ik op de achterkant kijk, staat er foundation en concealer paletten. Nou, dat vond ik wel heel bijzonder. Het paletten ziet er zo uit. Het is echt, het voelt vrij goedkoop aan, moet ik heel eerlijk zeggen. De deksel die zit er ook los op, het zit niet vast. Dan hou je dit paletten over. Ja, het is gewoon, het is echt heel, het is de structuur van de producten is gewoon echt heel creamy. En normaal zou dat prima kunnen werken, maar toen ik er echt voor de eerste keer al in ging, ging ik natuurlijk eerst swatchen. Toen voelde ik al aan dat er echt zo'n natte laag overheen zat. Dat vond ik echt onwijs vies. Ik dacht echt van, oké, als dit het is. Maar inderdaad, er zitten meer concealerkleuren in.
Ah ja, foundation kleur vind ik er niet echt in zitten. Ik bedoel, ja, dat zou dan dit kunnen zijn of die. Ja, hier deze zou ik dan ook wel weer kunnen bedenken om als contourkleur, omdat het een contourkit is. Ja, ik vond dit heel erg onduidelijk. De producten waren ook eigenlijk niet heel erg gepigmenteerd. Ik vond dit echt totaal geen succes. Ik werd hier niet echt heel erg blij van. Ik dacht echt van ja, wees sowieso al duidelijk in wat je bedoelt. Want ja, contourkit en als er dan foundation en concealer in zit, dat valt bij mij al niet onder contouren, maar misschien leg ik de link verkeerd. Maar nee, dit palet was voor mij echt geen succes. Nee. Ik kan er eigenlijk niet iets positiefs over melden. Dus helaas, het is echt een gefaald product. Dan heb ik van Essence nog een Sunglow Topcoat. Deze kwam uit de Next Top Summer collectie. Dit was een limited editie. Hij heeft de naam 01 Be Someone Sunshine Today. Deze topcoat die zou hiernaast gewoon een hele mooie, beetje gouden gloedfinish geven. Nou, ik zal eventjes het kwastje laten zien. Je ziet het product ook bijna niet. In het potje lijkt hij echt nog wel goud. Maar zodra je dit op je nagels aanbrengt, zie je er echt helemaal niks meer van. Dat vond ik echt super jammer. Want het had best wel een leuke toevoeging kunnen zijn aan je nagellak als topcoat. Maar die Sunglow, nee, die zie je echt niet terug. Dus ja, dan denk ik van, dan kan je net zo goed gewoon een basic doorzichtige topcoat gebruiken. Want dit deed ook niet echt heel veel. Je zag er gewoon zo weinig van terug dat ik denk, nee, dan vind ik dit gewoon heel erg jammer. Want het had heel leuk kunnen zijn, maar als het niet werkt, kijk, als topcoat kan het prima werken, maar het geeft niet de gloed die hij belooft. En ja, daar koop je hem tenslotte toch voor. Dus helaas is dit ook echt een faal. Dan heb ik van Catrice de Nail Paint To Go Nail Polish Pen. Dit was ook een limited editie. Toen ik het persbericht kreeg, was ik echt super benieuwd naar dit product. Het zag er eigenlijk heel erg tof uit. Want zo kun je je nagellak aanbrengen zonder te knoeien. Dat dacht ik. Ik heb de kleur C05 Pink Pulse. En het was al heel erg wennen hoe dit ging. Want je moest echt, je hebt gewoon inderdaad zeg maar een stift. Nou, je ziet hij is al lekker gekleurd. Je moest heel even schudden zo. En dan moest je keihard op de nagel drukken. En dan kon je je nagels ermee lakken. De nagellak die eruit komt was zo minimaal. Dat ik dat je je nagel er eigenlijk helemaal niet dekkend mee kreeg. Je moest ook in streepjes werken. Dus dat zag je dan ook weer heel erg terug op je nagel waar je was gebleven. Dan ging je daar weer overheen. Maar dat ging dan ook weer niet. Want dan nam die de nagellak die je net had aangebracht er ook net zo hard weer af. Nee, ik vind dit een gemiste kans. Misschien werkt ook gewoon nagellak in een pen gewoon niet. Ik heb ook het idee, het is minder vloeibaar. Hè? Normaal gewoon als jij een potje pakt, hè, en je merkt gewoon, mijn kwastje wordt droog, hè, dip hem er weer even in. Maar nee, dan moet je even keihard op die nagel gaan duwen voor er weer wat product uitkomt. Het product wat er uitkomt is ook gewoon heel minimaal per keer. En op zich, weet je, het is bespaard product. Maar aan de andere kant, zo krijg je nooit je nagels netjes gelakt. Nou ja, dan had je er misschien één laagje op zitten. En dan dacht je, nou weet je, laat ik voor de vorm er dan nog een laagje op doen. Nou, dat werd hem helemaal niet, want dan was laagje 1 helemaal weer weg. Dus nee, helaas, die Nail Paint To Go Nail Polish Pen, die is totaal niks. Ik heb ook het idee dat de stift nu inmiddels echt ook onwijs uitgedroogd is. Dat je er ook niks meer mee kan. Maar nee, dit is echt een van de slechtste limited edities die ik sinds tijden weer heb meegemaakt van Catrice. Heel erg jammer, maar zeker niet aan te raden. Dus ik hoop ook niet dat ze van plan zijn om zo'n product in het vaste assortiment te doen. Of het formulier moet zo verbeterd zijn. Maar dan is hij bij voorbaat van mij al eigenlijk een beetje mislukt.
Dan heb ik van Essence de I Heart Strobing of de I Love Strobing Highlighting Eyeshadow Base. Ja, dit is dus een oogschaduwbasis die je make-up een lichteffect zou geven, omdat het dus een highlight is. Nou, het kwastje ziet er zo uit. Dit is, ik hoop dat je het kan zien, dit is dus de oogschaduwbasis. Nou, er zit echt totaal geen highlight is erin te vinden, vind ik zelf. Nou ja, goed, als je hem heel erg in de, misschien dat je het zo beter ziet. Nee, volgens mij heb ik hem nu helemaal weggeveegd. Nou, zo heel ietsjes. Als je hem inderdaad een beetje in het licht houdt, zie je het wel. Maar ik dacht, nou krijgen we een ooglook, jongen, die gaat stralen als ik hier een make-up look mee ga maken. Maar dat viel ons echt onwijs tegen, want dat highlight effect, dat viel gewoon weg. Wat zag je al nauwelijks terug? Dan denk ik, weet je, leuk dat zo'n product op de markt komt, maar ik snap de werking dan er niet zo goed van. Als je dat highlight effect al zo niet terugziet, hoe wil je er dan echt een uitspringende ooglook van gaan creëren? Dat wordt echt super lastig. Dus nee, ook deze strobing effect, highlighting, eyeshadow base was voor mij geen succes. Ik hou het liever bij de gewone oogschaduwbasis en ik creëer wel wat effecten met mijn oogschaduw, want dit werkt voor mij echt voor geen meter. Dan heb ik twee oogschaduwkleurtjes van Shen, oftewel van de Lidl. Ik begin even met de bruine versie. Dit is de 17 Brilliant Brown. Nou, ik heb dat ook in de favoriete video al verteld. Er zaten wel twee kleurtjes in die ik fijn vond. De oogschaduws hebben wel een heel leuk patroontje, zoals je kunt zien. Maar het pigment was gewoon heel erg slecht. Zelfs met meerdere laagjes kreeg ik die bruine kleur gewoon niet mooi tot zijn uiting. Ik had echt gehoopt van, nou, als dit gewoon een beetje intens is, weet je, en je bouwt hem een beetje op. Want ja, oké, het is niet een hele donkerbruine kleur, maar als je hem een beetje opbouwt, nou, dan komt er wel wat kleur vanaf. Helaas was het echt minder waar, want je zag het gewoon bijna niet. Ook met uitblenden, het werd er alleen maar minder van. Terwijl, ja, uitblenden is juist zo belangrijk, maar dat deed het eigenlijk ook niet heel erg goed. Dus nee, deze kleur, nee, te weinig pigment en ja, eigenlijk nauwelijks aan te brengen. Dan heb ik nog een kleur en dat is de 15 Vanilla Cream. En ik had dus zelf heel erg het idee, nou, deze zou heel erg mooi kunnen zijn als highlighter. Gewoon of de lichte kleur voor de binnenste ooghoek en het wenkbrauwbot. Nou, ook deze qua pigment super slecht. Bijna geen pigment eraf komen. Je zag het echt zo licht dat ik denk van nee, dit is niet het effect wat ik graag wil creëren met een highlighting. Als ik een lichte oogschaduw gebruik, dan moet die ook gewoon echt licht zijn, zodat die ook gewoon perfect is voor de binnenste ooghoeken. Nee, helaas. Er zit gewoon te weinig pigment in. Kijk, en als die dan al niet werkt als voor de binnenste ooghoeken als highlighting, dan zou die op het gewone bewegende ooglid ook zeker niks doen. Dus helaas, het pigment van deze twee oogschaduws is echt zo gigantisch slecht dat ik er niks positiefs over kan melden. Van Essence testte ik de Cat Picture Ready Long Lasting Compact Make-up Instant Flawless Finish in de kleur 30 Matte Vanille. Dit is dus eigenlijk een gewone foundation eigenlijk. Maar deze foundation die zit in, oh, waarom heb ik nou eerst de onderste laag? Oh, zo. Die ziet er zo uit. Je hebt hier een spiegel en dit is dan de kleur. Ik dacht eerst ook, hij is te donker voor mijn gezicht, maar dat viel uiteindelijk wel mee. En je hebt dus twee lagen. Hieronder zit dus ook een sponsje die je even kunt gebruiken. Ja. Ik zag de kleur bijna niet terug op mijn gezicht. Dan heb ik nog een van de donkerste kleuren. De dekking was zo matig dat ik echt dacht van, nou,
is dit het? Nee, de dekking was te slecht. De kleur die was eigenlijk zo licht. Je veegde hem heel gemakkelijk ook uit. Ook met je sponsje. Het leek ineens alsof je er helemaal niks meer op had zitten. Dus nee, zeker als dit gewoon een foundation of make-up is, vind ik dit echt ja, gewoon een heel slecht product. Want dit wil je niet als je basis op je make-up, als je basis op hebben. Ik bedoel, je wilt juist dat er bepaalde plekken worden verdoezeld. Maar dat deed dit product totaal niet. Dus ja, dan houdt het ook al heel erg snel op. Dus nee, dit is... nee. Jammer, maar zeker, zeker geen favoriet geworden. Dan heb ik van Shen ook nog deze mascara. Dit is de Volume Mascara. Je hebt twee varianten. Je hebt dus deze zwarte, dat is een normale mascara. En je hebt dus ook een blauwe en dat is een waterproof variant. Nou, ik heb dus de gewone. Het is een gewone zwarte mascara overigens. Maar dat borsteltje, daar werd ik al heel verdrietig van. Het heeft zo'n borsteltje. Het is een beetje een siliconen borsteltje. Hou ik eigenlijk helemaal niet van. De haartjes zijn vrij kort. Ik kon hier echt totaal de mascara niet mee aanbrengen. Ik vond het heel erg lastig. Ook gaf de mascara eigenlijk gewoon helemaal geen volume. Ja, weet je, volume mascara, dan wil ik ook gewoon echt dat die wimpers er gaan uitspringen. Dat die volume inkomt, dat ik denk van yes, dit is echt wat een volume mascara hoort te doen. Nou, dat deed deze totaal niet. Hij maakte mijn wimpers een beetje zwart, maar ze bleven eigenlijk super volumeloos. Dus dat vond ik heel jammer. En dat borsteltje, dat vind ik zo vreselijk. Dat doet gewoon zeer bij het aanbrengen. Helemaal als je meerdere lagers wilt gebruiken. Dus nee, ook deze mascara vond ik helaas niet fijn in gebruik. Dan ben ik bij het laatste product. En dat is ook van Essence. En dat is de Perfect Kiss Lip Primer with Aloe Vera. Dit is dus een lip primer. Deze heeft de naam 01 Unstoppable Kiss. Dit belooft eigenlijk gewoon een verzorgende lipbase te zijn met aloe vera en de kleur intensiever te maken. Nou, het heeft gewoon een lipgloss applicator. Ja, zo ziet hij eruit. Maar ik vond echt totaal niet dat mijn lippen hier verzorgender van werden. Die aloe vera zit erin, maar... Mijn lippen voelden daarna eigenlijk nog droger aan dan daarvoor. Ja, ik vind de kleur ook een beetje apart. Helemaal als je hier dan weer overheen wilt gaan. En nou, mijn lipstift werd er ook echt niet intensiever van of zo. Nee. Dan denk ik van, goh, dan kan ik er nog beter een dikke laag vaseline onder smeren. En die in laten drogen. Dan weet ik zeker dat mijn lippen niet uitdrogen. En nou ja, goed, weet je... Bij wijze van, dan, hè, als je dan je lipstift overheen aanbrengt, dan zal dat ook niet heel goed hechtend zijn. Maar nee, mijn lippen die droogden dit product meer uit dan dat hij echt gewoon verzorgend werd. En ja, ik denk als er een aloe vera in zit, van, dan vraag ik me af, wat doet hij voor de lippen? Want hij deed bij mij echt totaal niks. Dan waren dit alweer mijn felproducten van zowel juli als augustus. Ja, ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Je ziet er waarschijnlijk ook vast wel wat oudere producten tussen zitten. Ook van een aantal limited edities die al zijn geweest. Maar dat komt omdat ik het natuurlijk opspaar van 2 maanden. Omdat ik vaak per maand net niet genoeg heb. En per 2 maanden komt er wel een mooi aantal uit waarvan ik zeg ja... Dan is het echt genoeg om een video te maken. Dus sorry alvast daarvoor. Maar nou ja, goed. Ik vind het toch niet fijn. En ja, misschien heb je ze inmiddels zelf ook wel getest. Ja, is jouw mening er anders over? Dat kan. Maar goed, het is natuurlijk mijn mening. En ja, ik heb ervoor gekozen om het om de 2 maanden te doen. Voor nu wil ik je wel heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk altijd even gratis abonneren. Vond je deze video nou leuk? Doe vooral even je duimpje omhoog. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!